We hoeven allemaal weer deel 3 van het verhaal van Midas, met hier twee toepasselijke plaatjes, want je ziet wat er gebeurt. Nou, dat hij ezeloren krijgt, dat hij probeert ze te bedekken, maar dat de kapper het toch wel in de gaten krijgt. We gaan meteen naar de tekst. De tekst hier begint met Nam, en de titel is een zangwedstrijd. En wat verklaart dat Nam? Want, nou, waar we gebleven waren, namelijk dat perspectiefelement dat na de domheid, zou je kunnen zeggen, van Midas ervoor zal zorgen dat hij nog een keer gestraft wordt. Op een hardere manier misschien dan de eerste, want de eerste straf, de eerste foute wens die hij uitgesproken had, wordt wel teruggedraaid, maar dat laatste niet. Je hebt het verhaal al gelezen, dus het zijn geen spoilers als ik dat vertel. En hier begint het eigenlijk over een berg Tmolus. Nou, en dat is een berg daar in die regio. En dat is ook weer de poëta Doctus die dat laat zien, dat hij dus dat kent. En Tmolus is late conspiciens ver uitziend. Conspiciens is een TPA. Over de zee, Vreta, weer een duurwoord voor zee. En die Tmolos, dus veruitziend over de zee, riget. En dat is het hoofdwerkwoord, en dat wordt hier vertaald met reist, steil. Rigere is eigenlijk is verstijfd, als het ware. Arduus, hard. In, moeilijk. In alto ascensu. Dus. Moeilijk om het voor zijn hoge beklimming, letterlijk. Hier wordt vertaald, steil met hoge wanden. En extensus, uitgestrekt aan beide hellingen, utroque clivo. Aan de ene kant naar Sardis toe. Sardis, dat is de grote stad waar wij het al over gehad hebben. En hij wordt begrensd aan de andere kant door de kleine Hypaipis. Nou, dit is weer een hele geografische aanduiding om te laten zien dat de poëta Doctus weet waar hij over het heeft. En dan valt je het natuurlijk op hier in het chiasme, want er staat de naam van de twee steden aan de zijkanten en Hinc en Hylik aan de ene kant aan de andere. Hier is A, B, D, A. Doen. Is het voegwoord dat je hier aan het begin moet vertalen. Terwijl Pan daar zijn liederen, ja, jactaren, is letterlijk heen en weer slingeren en hier vertaalt het met laat horen. Aan zachte nimfen, nou, dat is ook een manier om hem te verleiden voor Pan, en hij begeleidt zich, modulator. Hij begeleidt niet zich, hij begeleidt Leve Carmen, zijn lichtgezang, met was verbonden stengels, pijpjes, dus met zijn panfluit, zou je kunnen zeggen. En hier zie je weer een chiasme, want Leve concludeert met Carmen en Kerata met Harunine, A, B, B, A. Dus terwijl hij dat doet, gedurfhebbend. Ausus, dat is het PPP van het werkwoord audere met een e-stam, dat je niet moet verwarren met audire, dat is horen, luisteren, i-stam, scheelt een letter, maar ja, een letter in het Nederlands ook maakt het verschil tussen woorden. Oh, en bovendien, deze audere is een semideponens, want hij is gewoon werkwoord bij het presenstam, maar perfectum stam heeft hij niet, heeft alleen een PPP, dat je dan wel actief vertalen moet. Dus niet, dit is niet gedurfd te zijnde, maar gedurfd hebben. Wat te doen? Infinitivus aanvulling. Ja, een wedstrijd te maken. Voor zichzelf. Met het gezang van Apollo. Dit is het bijvoeglijk naamwoord. Daar vanaf afgeleid. Omdat hij het waagde de gezaghebber van Apollo te minachten. Vergeleken met zichzelf. Dit woord praesse contemnere vertaald. Minachten in vergelijking met zichzelf. Kwam hij bij een certamen impar
bij een ongelijke strijd. Ja, en hier is het ook weer een prospectief element. Het feit dat Apollo is natuurlijk de beste zanger van alle goden. En Pan kan het wel proberen om een wedstrijdje, maar het is altijd dus een wedstrijd waar hij geen kans heeft om te winnen. En dat zagen we ook al van het feit dat hij hier gedurfd heeft om dat te doen. Sub judicat molo, onder Molus als rechter. En hier wordt vertaald onder toezicht van Molus als rechter. De rechter, Judex, dat is dus Bert Molus, die wordt hier gepersonifieerd als het ware, ging zitten, de oude rechter, senior Judex, ging zitten bovenop zijn eigen berg. Nou, het is een beetje een gek beeld, het is de berg zelf, maar die gaat bovenop de berg zitten. En hij maakt zijn oren vrij van bomen. Nou, dat is dus weer het beeld, dat de top van de berg, dus als de bomen staan, dan bedekken als het ware zijn oren. Dus hij kan niet horen en dus hij moet je vrijmaken. Tantum, dat is alleen maar slechts kingitur, wordt hij omgord door eikboom, coma caerulea, met zijn, ja, letterlijk caerulea is donkerblauw, maar goed. Donkere loof. En pendent, hangen, circumcava tempora, rondom zijn, ja, holle slapen, dus aan de zijkant van zijn gezicht. Je ziet dat hier een klein beetje het gezicht inkrimpt, als het ware, vandaar dat hol genoemd worden, eikels. Dus. Eikboom versiert hem nog, alle andere bomen zijn weg en hangt horen ze slapen zodat zijn oren vrij, opdat hij kan horen het gezang en beoordelen. Isque, Quirates etter voor, en hij, kijkend naar spectans, de god van de schaap, eigenlijk letterlijk, dat is dus van het vee. En dat is uiteraard Pan. Dixit, zei hij, in judice non lamora est. Bij de rechter is er geen oponthoud, geen uitstel. Dus een manier om te zeggen, laten we beginnen. Ille, dat is natuurlijk Pan. In sonat, hij speelt, hij maakt muziek. Met calamis agrestibus, met boerse pijpjes, met zijn panfluit. En delenit, mida, en hij met zijn barbaarslied, barbarico carmine, dat concurreert met elkaar, dus het is een hyperbaton, delenit, vermaakt hij. Midas, nou, dit is een Griekse accusativusvorm, weer een vorm van laten zien dat hij een poeta doctus is. Want hij was aanwezig, aderat, ad erat, als je doet doodzoeken in je woordenboek is adsum, toevallig bij de zingende, dus bij Pan. Post func, na hem. Sacer Tmolus, de eerbiedwaardige, de heilige Tmolus, retorsit, draaide, ora, zijn gezicht, os oris, dat is een dichterlijk meervoud, naar het gezicht van Phoebus. En Phoebus is weer een wat al, ja, duurder aanduiding voor Apollo. Silva sua, zijn bos, de bedekking die hij had overdoopt. Secuta est, dat is een deponens, dus je vertaalt hem met volgde en niet is gevolgd. Volgde, secor, zoek je het op in je woordenboek, zijn gezicht. Dus hij draait zich nu om naar de andere kant. En al die gebladerden dat hij nog had van de eikenboom, nou, die gaan met hem mee. Ille. Dat is natuurlijk hier Apollo.
Vinctus. Vinctus is het VPP van vinciren. Dat betekent geboeid, verbonden, versierd. Caput, dat is een accusativus respectus of accusativus van betrekking. Wat zijn hoofd betreft, versierd. Wat zijn flavum caput, wat zijn blonde hoofd betreft, versierd met laurier van de Parnassus. En laurier is het heilige boom van Apollo. Verrit, humum, veert de grond met zijn saturata palla, met zijn versierde mantel, met tyris purper, AB paralleli. Een mantel die geverfd is met tyris purper, dus zijn duur mantel die veegt als het ware de grond op het moment dat hij speelt. Dus een hele houding ook al laten we waar, die van een ware artiest. En hij houdt vast aan de linkerkant fidem zijn lier, instructa versierd, PPP, concurreert met fidem, met edelstenen het met Indische tanden letterlijk, en dat zijn dus olifantentanden, dus met ivoor en nou ja, edelstenen. Dus zijn lier is ook wel heel mooi. Manus Altera, met zijn rechterhand, hield hij vast zijn plectrum, waarmee hij dus de snaren tokkelt als het ware. Hij zelf was van een gestalte van een artiest, artificus status. Hij was van zijn gestalte zelf, dat is het onderwerp, status ipse, was van een kunstenaar. Dus nou, hij straalt het ook helemaal uit. Dus het is een uitwerking van wat we al gezien hebben. Dan sollicitat. Hij, nou ja, hij brengt in beweging de snaren, stamina, doctum pollice, met zijn geleerde duim. Gegrepen door de zoetheid daarvan, van de muziek die hij produceert. Daarvan het quorum eigenlijk is, het antecedent zijn de stamina, dus door de zoetheid van die snaren, van de muziek die uit de snaren komt, beveelt Tmolus Pan zijn rietstengel, dus zijn panfluit, tanna, zijn pijpjes, ondergesteld te zetten aan de citer. De lier van Apollo. Dus dit is een manier om te zeggen dat Molus heeft geoordeeld dat Apollo gewonnen heeft. We gaan naar het volgende dia. Judicium, Sancti Montis, de uitspraak van de heilige berg, van de eerbiedwaardige berg van Tmolus, en de sententia, en zijn oordeel, zou je zeggen, de uitspraak en mening, placet bevalt, dat concurreert met alleen één van de twee onderwerpen. Behagen wordt hier meer fout vertaald, maar eigenlijk is behaagd. Allen, dat allen krijgt hier nadruk door plaatsing aan het begin van een vers. Toch wordt het ja, bestreden, hè? Wordt er een argument gemaakt, dat zou je in het Engels zeggen, dus een ruzie van gemaakt, en wordt onrechtvaardig genoemd. Nou, dat die nieuwstaak concurreert duidelijk met sententia, want het is vrouwelijk, maar eigenlijk met de twee begrippen. Je zou ook bijna kunnen zeggen dat judicium en sententia is een tautologie, zijn twee woorden die eigenlijk hetzelfde betekenen. Door gesprek, letterlijk, door het spreken, door de woorden van
Midas als enige van de ene Midas. Dus Midas is de enige die in opstand komt tegen het oordeel van Tmolus, dat dus Apollo beter zingt. En Apollo natuurlijk vindt het onrechtvaardig. Dus de Deliër, weer een andere duur woord voor Apollo. In een verklarende vertaling zou je Apollo krijgen. Verdraagt niet Patitur, dat is een deponens. Duldt niet dat de dwaze Stolidas Aures, de dwaze oren van Midas, die het natuurlijk zijn dwaas omdat ze niet in staat zijn om het onderscheid te maken tussen goede muziek en minderwaardige muziek. Hij verdraagt niet dat zijn stomme oren de menselijke gestalte vasthouden. Ja, dat is een manier ook weer ingewikkeld om te zeggen dat hij dus zijn oren van gedaante laat veranderen. En dat is ook wel niet gek in het boek De Gedaanteverandering van Ovidius, dat hier een metamorfose, een gedaanteverandering plaatsvindt. Nou, als je kijkt naar de kleuren, dit congruent daarmee, dat congruent daarmee, A, B, A, B, A, B, N, parallelie. Maar hij rekt ze uit, hij rekt ze, praere, in spatium, in de ruimte, hij rekt ze uit en hij vult ze, het onderwerp is nog steeds die aures, de oren, met willis albentibus, met witte haren. En hij maakt ze, ja, imas congruent met aures en instabilis ook, en maakt imas dominant vertaald hier, dat staat waarschijnlijk voorvertaald in je boekje, hij maakt ze aan de onderkant, ja, instabiles, dat zijn dus niet vast, kunnen dus naar beneden en naar boven, als het ware, en geeft dat ze kunnen bewogen worden. Dus de oren, ja, zachte oren van een ezel die dus omhoog en omlaag kunnen. Mensen kunnen in principe hun oren niet bewegen, maar dieren, honden ook en ezels. Ketera sunt homines, de rest zijn of blijft, de overige dingen blijven van een mens. Hij wordt bestraft in één deel. En hij trekt aan, dat is het letterlijk, de oren, hij trekt de oren aan van een ezeltje. Azeli is het kleinwoord voor asinus. Lente gradientis, die lente langzaam loopt. Eigenlijk langzaam lopende ezel, want dit is een PPA. Nou, de metamorfose wordt dus langzaam opgebouwd. Hier strekt hij de oren, dat ze lang worden. Vervolgens zorgt hij ervoor dat ze behaard worden. Vervolgens zorgt hij ervoor dat die bewogen kunnen worden. En tenslotte wordt duidelijk gemaakt wat ze zijn, namelijk de oren van een ezel. Een ezel staat vaak symbool voor een dom dier. Als je zegt, wat ben je een ezel, dat betekent, dan ben je dom. In dit geval zijn oren zijn dom, want zij is niet in staat om mooie muziek te onderscheiden. We gaan naar het volgende. We zijn bij de laatste dia. En ille, dat is Midas. Quidem kun je ook vertaald laten. Celare cupit, nou dat is zo'n alliteratie ook. Hij verlangt het te verbergen, wat te verbergen, het feit dat hij ezeloren heeft. En que verbindt uiteraard cupit met femtat. En hij probeert, misvormd door zijn schaamte. Nou, dat is een manier om te zeggen, hij is misvormd door, nou, eigenlijk zijn domheid, maar goed. Hij probeert te bedekken zijn slapen, dus de zijkant van zijn gezicht waar de oren aan vastzitten, met purpureis diaris hyperbaton, met een purperen tulband. Dat is natuurlijk een dichterlijk meervoud. Maar
In deze zin is het heel mooi, want het onderwerp staat helemaal aan het einde en krijgt daardoor nadruk. Maar een dienaar had dit gezien. Wat is dit? Uiteraard het feit dat hij dus ezeloren heeft. Welke dienaar? Gewoon PPP van soleren, rissekaren te knippen, ferro met ijzer, metonymia voor in dit geval een schaar of een mes waarmee je haren kan knippen. Zijn lange haren. Of beter gezegd, de haren wanneer ze lang waren. Puis, relatieve aansluiting en slaat de rug op Famulus en hij. En dan krijgen we hier twee zinnen met cum en conjunctivus. Cum en conjunctivus kun je vertalen met nadat en terwijl, omdat en hoewel, op het moment dat en wanneer. En je kiest in dit geval het beste is omdat. Omdat hij niet durfde auderen, het conjunctivus imperfectum met cum, dat komt van audere. En niet van audieren, dus durven, omdat hij niet durfde. Prodere, te verraden, visum de decus. De decus is een accusatieve zijdig en visum concurreert ermee. Het geziene, ja, schande, omdat hij de schande die hij had gezien, wordt hier vertaald, niet durfde te verraden. En cupiens, dat is een PPA, willende. Maar je kunt het hier het beste vertalen met een bijzin met hoewel. Hoewel hij wilde het heel graag, cupiens, efferre, uitbrengen, sub auras letter onder de lucht, dus in de openbaarheid. Dat is weer een, zou je kunnen zeggen, een dichterlijk meervoud auras. En hij kon het toch niet verzwijgen, retikeren, van tarkere, samengesteld. Dus omdat hij deze twee dingen niet kon, hij durfde aan de ene kant niet echt te vertellen, aan de andere kant kon hij het ook niets voor zich houden, cedit, hij trekt zich terug in de eenzaamheid, zou je kunnen zeggen. Fodit humum, hij graaft de grond. En refert, en hij vertelt voce parva met een kleine stem, met een zachte stem, want ja, hij fluistert, hij durft het niet echt te zeggen. Quales Aures, welke hoeren van zijn meester hij heeft gezien. Spexerit, dat is een conjunctivus perfectum. Die staat hier in een indirecte vraag en daarom vertalen we als indicativus. En hij fluistert het in de, nou ja, in de kuil, vertaalt het hiernaast, geloof ik. Met een klein stemmen, wat wordt er meestal gezien? En hij fluistert in de kuil. En dat is eigenlijk in de, nou ja, graven aarde. En hij oproeit en hij bedekt, bedelft. Judicium suae voce, het oordeel van zijn stem, de uitspraak van zijn stem. Tellure regesta, nou, dit kun je als ablativus instrumentalis opvatten of als een ablativus absolutus. Dus met de teruggeplaatste, teruggeduwde aarde, of nadat de aarde teruggeduwd is. Beide opties zijn in mijn ogen wel mogelijk, maar wellicht meest voor de hand liggend is de ablativus absolutus hier te zien. Tellure regesta. En descedit, en hij gaat weg. Tacitus, stil, zwijgend, en hij gaat zwijgend weg. Scrobibus opertis, dat is weer een ablativus absolutus. En dat kun je alleen als ablativus absolutus opvatten. Nadat de kuil weer bedekt is en weer is hier een dichterlijk meervoud. Daar, dus waar de kuil, coepit begon, dat is het hoofdwerkwoord aan het begin van de zin. Van een vers, dus kijkt wat nader. Creber lucus, een, nou ja, een veelvuldig, een rijk bosje te groeien. Arundinis tremulis, met, nou ja, trillende stengels, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk het graan wat hier groeit. En, ut. Maturuit, zodra
goed met indicatives, dus vertaal je met zodra. Zodra het tot rijpheid kwam, primum pleno anno, na een eerste volledig jaar, dus na een jaar, wanneer een jaar voorbij was, nadat er een jaar voorbij was, prodidit agricolam, verriet de graver, dus gaat het vertellen, als het ware. Want, bewogen door een zachte zuidenwind, austro, let op de hyperbaton, revert, brengt terug, herhaalt, de begraven woorden, en coarguit, verklapt, de oren van zijn meester. Dus vertel hoe die eigenlijk die oren eruit zien. Nou, je ziet hier in dit stukje dus de straf die Midas uiteindelijk krijgt voor zijn domheid. En tot zover moesten jullie het voorbereiden voor de toets. Dus ik hoop dat jullie aan het filmpje wel wat hebben. Bedankt allemaal.